gaan wij reageren op meneer Frank Visser, want daar had ik zin in. Dit is mijn extra video. Volgende maand is er vast wel weer wat anders, dat zien we wel. Vandaag gaan we gewoon reageren op kutwijf, verdeukt, scheldende buurvrouw. Kutwijf, verdeukt, tuin van scheldende buurvrouw door Landje Pik. Meneer Frank Visser doet uitspraak. Ja, mijn webcam zat in de weg, dus ik kon de titel niet goed lezen. Het spijt me zeer daarvoor. Dus we gaan hier gewoon op reageren. We gaan gewoon chillen. Lekker rustig aandoen. Even lekker babbelen. Een soort van. Nou, dit is onze tuin. Was altijd heel gezellig. Maar ja, ze is met de schutting zo en deze kant op gekomen. Nou, is het niet meer leuk. Waar, dus. Ze heeft. Die andere buurvrouw heeft gewoon die schutting verplaatst. Dat lijkt me niet iets wat je zomaar doet, als ik eerlijk ben, maar. Goed. Ja, het kan. Het kan. Het is een nou, dit is dus mijn tuin. Vorig jaar nieuwe schuttingen neergezet, waar ik ontzettend blij mee ben. Het is hartstikke mooi geplaatst. Maar. Deze vrouw beweert dus dat ze maar één schutting, één nieuwe schutting heeft geplaatst. En die andere vrouw is gelijk zo van, oh ja, ze heeft de hele tijd dichterbij gedaan. En nee, dit kan niet. En alleen ja, het is een deze schutting, ja. Daar heb ik dus problemen met de buren mee. Oh. Nee, je moet daar staan. Wat verdomme. Nou, ga jij maar op. Deze schutting staat op mijn grond. Hij staat al 30 jaar op dezelfde plek, dus ik weet niet waarom er moeilijk over gedaan wordt. De buurvrouw. Ja, en als je meer ruimte wil, dan kun je er ook snoeien. Ik bedoel, je zag hoe krompelig ze door de tuin heen liepen, hè, met die ladder. Je kunt toch ook gewoon de bomen snoeien als je iets meer ruimte wil. Deze schutting. Ik bedoel, shirt is wat minder gezellig, maar goed, dan heb je wel meer ruimte. Hij staat al 30 jaar op dezelfde plek, dus. En blijkbaar staat hij al 30 jaar op dezelfde plek. Dus. De buurvrouw heeft met het plaatsen van de schutting grond voor ons gestolen. En dat eis ik terug. Ik begrijp er niks van dat ze dat opeisen. Hoe kan je nou iets eisen wat niet van jou is? Alles gaat weg. En als het niet weggaat, dan trap ik het weg. Zo simpel is het. Mijn hele tuin verneukt. Wat een kutwijf. Hoe is het nou toch mogelijk dat de verhalen van deze beide buren zo totaal uiteenlopen? Neem nou zo'n schutting. Als dat ding 50 centimeter is opgeschoven, dan weet je dat toch? Daar kun je toch niet over van mening verschillen? Maar goed, ze verschillen over wel meer dingen van mening. En ze verschillen niet alleen van mening, ze verschillen ook ontzettend van karakter. En dan heb ik het met name over Henny en Anja natuurlijk. Dat is echt Amsterdam tegen Harlingen. En er is absoluut geen match. Ik weet als niet wie Henny en daarom is er Anja heel veel behoefte aan duidelijkheid. Ik ben blij dat meester Visser onderweg is. Die heeft uiteraard de vrienden van het kadaster meegenomen. Ik heb met beide partijen afgesproken aan de achterkant op de oprit van Anja. Henny en Pieter, goed dat jullie er al zijn. Ja. Oh, haal ik de buurvrouw erbij. Anja, kom je deze kant op? Yep. Begroeten we elkaar nog? Geven we elkaar nog een hand? Nee, ik niet. Nee. Ik gaf de buurvrouw geen hand omdat ik haar niet moet. Ja, maar goed, dan krijg je ook wel gelijk een soort van bias. Zo van, ja, maar kijk, nu ga ik gewoon klagen over die schutting, want dan kan die buurvrouw wegwerken. Dat idee begin ik dan mee te krijgen. Dat ze dat gewoon taal wil, dat ze gewoon niets te maken meer wil hebben met die ik buurvrouw. Ik zal eens eerlijk zeggen dat ik er geen touw meer aan vast kan knopen vandaag. Laten we beginnen met die schutting. Ja. Jullie zeggen, die is 50 centimeter naar ons toegekomen. Ja, ik zeg onmogelijk. Maar dat is zo'n stuk. Ja. Dat is zo. Of dat is niet zo? Ja, palen staan in mijn grond. Deze nieuwe schutting staat op dezelfde plek. Het is gewoon de realiteit dat zij gestolen heeft van ons. Punt. De discussie is niet hoe die precies staat. Hij kan ja, sowieso daar niet staan. Ik mag die Henny ook niet. Als ik heel eerlijk ben. Zij komt meer over alsof ze gewoon die buurvrouw weg wil werken. En ik bedoel, wat Victor net zei, als dat ding 50 centimeter opgeschoven is, dan zie je dat toch wel. Dan verplaats je hem eventueel terug, als dat mogelijk is trouwens. Ik heb geen verstand van schuttingen, maar dan verplaats je toch terug naar de goede plek. Ik bedoel, 50 centimeter is best wel groot iets, dat is echt zoiets. Is iets meer zelfs. Dat is echt dit. Ah, misschien wel iets meer. Maar meer
dat is best een stuk. En dat valt je toch wel op. Lijkt mij. Ja. Om niet? Omdat dus de lijn van loop van de muur naar hier. De erfgrens. Ja, dat staat in mijn koopcontract. Nou, dat brengt mij bij het volgende onderwerp. Recht van overpad. Zeg het maar. Ja, niet. Zij hebben geen recht van overpad. Nee. Waar ik nu op dit moment sta, dat is dus voor mij. Volgens mijn eigendomspapier. Nee. Nou, echt wel. Echt niet. Echt wel. Nee. Nou, echt wel. Ja. Maar goed, daar hebben we dromenland. Wel eens niet dus. Ja, jij hebt dromenland. Dat krenkt, dat licht aan alle kanten. Ik weet niet dat zo'n persoon kan leven op deze wereld. Dan hebben we nog de boom. Drama. Waarom? Hij is mega groot. Wanneer het waait, dan ben ik bang dat hij afbreekt, dat hij op mijn auto komt. Ik heb alleen maar rotzooi op mijn pad. Kortom, ellende. Ellende. Kijk nou. Mooie vogeltjes erin. Is toch prachtig? Wij hebben een schermpje. Van de boom houdt. Wil jij je bekken van... Ja, trouwens, ik snap ook dat je, volgens mij mag je bomen niet wegsnoeien of scheren of wat je er ook scheren. Of wat je er ook mee wil doen als er dieren in zitten, maar goed, als die boom zo gammel is, als dat ze zeggen, ja. Ik bedoel, heel eerlijk, dat is best wel relatable voor mij. Ik woonde eerder op een plek, dat je echt achter het huis, had je echt bomen die vielen om, die vielen gewoon bijna om. En dan stormde het een keer en ik was 's nachts. Ik was soms best bang dat er gewoon een boom op de plek viel waar ik sliep. Dat ik gewoon stierf aan die boom in mijn slaap. Dus dat was soms best wel creepy, I guess. Maar ik vind dat best wel relatable dat dan die vrouw zegt van... Oh ja, maar ik ben bang voor die boom dat op mijn auto valt. Sure, dat, op de auto valt is best niet per se zo erg als letterlijk op jou vallen, maar... Zo. Ik kan me daar wel in inleven. Dat dak van haar wordt ook beschermd. En dat heb die trut niet eens in de gaten. Je moet wel een beetje op je woorden. Dat dak van haar wordt ook beschermd. En dat heb die trut niet eens in de gaten. Je moet wel een beetje op je woorden letten. Ja, ik kan me niet zeggen. Ze batst er tussendoor, hè, hekelen. Maar goed, we zijn in gesprek met z'n allen, hè? Ja. Je hebt gewoon de waarheid te vertellen. Punt. En niet zo achterbaks. De achteren staan met die rimpelkop. Wegwezen. Ik heb ook het idee dat jullie elkaars type niet zijn. Nee, zij is een Harlinger en ik in Amsterdam, dus dat... Onzin. En wat versta je dan half te janken dan? Wat moet ik te janken dan? Van het lachen misschien, maar voor de rest... Welkom, we zijn hier in... Nu knipten we opeens daarvan. Okay. En aan de orde is de zaak tussen Pieter en Henny Post tegen Anja Oudendag. Maar laat ik eerst maar eens beginnen met iets wat mij het meeste opviel. Namelijk, waarom deze procedure als u toch gaat verhuizen? Want ja, ik bedoel, het probleem... En ze gaan ook nog verhuizen. Ja, zij gaat verhuizen en wil toch nog eventjes stront in het gezicht van de buurvrouw smeren. Gewoon dat ze daar zin in had. Het probleem bestaat al langer, toch? Ja, alles staat al 30 jaar zo. Ja. Dat is niet waar, want het is al... anderhalf jaar anders. Oké, u zegt dat anderhalf jaar geleden zijn... Waarom doe je dan niet eerder aangifte? Ik heb echt zo'n idee dat ze dit nu doet omdat ze gaat verhuizen... puur om het leven van de buurvrouw zuur te maken. Ik durf daarop te wedden. Schuttingen vernieuwd. Laat ik het daarop houden. Ja? Ja. En er is oneenigheid over hoe ze stonden en waar ze stonden... en of ze wel goed stonden. Ja. Ik ga eerst eventjes de erfgrens doen. Nou, we hebben hier een schets. En hier zien we de tuin van Henny en Pieter. En hier zien we het erf van Anja. En deze zwarte lijn is de bestaande schutting. Nou, dan gaan we... Dit is de erfgrens uit de tijd van Napoleon, zou ik maar zeggen, die... het kadaster vandaag heeft gereconstrueerd. En dan zien we dus dat deze schutting een beetje raar staat. Althans, die staat niet helemaal volgens de erfgrens. En we zien ook heel grappig dat die erfgrens eigenlijk dwars door de vlierbuis loopt. Ja? Helemaal duidelijk? Ja, zeker. Ik voel een beetje schoolmeester. Vragen? Nu, vragen. Nou, dan begin ik bij u.
U zei, de schutting staat niet goed. Ja. En u wilt hem op de kadastrale erfgrens hebben? Nou, wij willen hem zo dus hebben, dus zoals hij in principe behoort te staan. Ja, dat is mijn vraag. En ja. dat is dus de kadastrale... Dat is dus wat wij willen. Dat is. Heeft u daar een probleem mee? Nee, in principe... Maar dan gaat hij ook dwars door die boom heen. Ja, dat zijn de gevolgen. Daar gaan we straks over hebben. Maar als iedereen op de erfgrens wil hebben, dan zijn we, wat dat betreft, zijn we er dan uit. Maar ja, behalve dan, er zitten nog wat losse eindjes, hè? Ja. Dat wil zeggen, wie gaat het betalen? Ik niet. Zij hebben die schutting er neergezet. Ja. In de veronderstelling ik heb hem al dat twee keer betaald. Grond is. Dat oh, nou is het in één keer mijn grond. Dat heb jij gezegd. Echt, daar ben je. En daar heb je ook geld. Vooruitgehaald. Waarom zitten dat we hier? Dat heb je zelf betaald. Je hebt zelf ook de schutting naar binnen van de tuin gebracht. Helemaal en niet. En helemaal alles verkeerd. Dat zie je toch? Nou, volgens toen mij moet jij even een ander brilletje toen opzetten. Toen heb je ook geen geld gevraagd. En nee, als jij het gezegd... Maar we zitten nu met een nieuwe situatie. Ja. U bent begonnen over die schutting. En maar nu vraag ik wie gaat het betalen. En zegt hij, ja, maar wij niet. Nee. Maar u dus dan toch? Moet ik het allemaal alleen weer gaan dragen. Ja. Ik wil zeggen, het is hun probleem. Het is hun probleem, die voor niemand anders. Als je alles laat staan zoals het jij nu is. Jij hebt die fout gemaakt om naar binnen in mijn tuin te komen. Ik ben nooit in jouw tuin geweest. Nee, hij. Ook niet. Ik kan het alles kon ik vanaf een jaar erf gewoon eigenlijk plaatsen. Ja, wat deed je dan met die schep in mijn waterval? Welke ik waterval? Ik ben niet eens bij de waterval in de buurt geweest. Dus je zet mij nu ook voor leugenaar neer? Ik ben daar niet geweest. Leugenachtig nou, figuur. Misschien bent u met uw voeten... Als hij is... Zo, ik kreeg er echt kriebels van. Ze is zo irritant. Er niet ingewezen, zij punt, zeggen dat u heeft staan met uw schep of zo, heeft staan... Ja, want ik heb nu een stuk ijzer aan de binnenkant moeten plaatsen. Ik had niet eens een schep voor nodig. En ik ben überhaupt nooit in uw tuin geweest. Jawel. Dus, en al helemaal niet met een schep. Jawel. Goed, de vlierbes. Want u ergert ze daar groen en geel aan. Ja. En u wilt hem graag behouden. Klopt. En uw man, Pieter, u heeft flink huis gehouden in die boom. Ik snoei hem zo nu en dan goed bij, ja. Nou ja, nee, er is een heel gat in die boom. Ja, onze bomendeskundige, ik kijk naar u. Ja, wat moeten we ermee? Die hap aan die zijkant, ja, dat vindt die boom niet heel fijn. Nee. Dus die tak is niet veilig, die zou ik eruit halen. Mm-hmm. En voor de rest dood hout en gevelvrij snoeien en dan blijven onderhouden. Ja. Ja, ik heb ook een buurman hier zitten. Die heeft dan zijn keukenraam, zit dan op mijn oprit. Mm-hmm. Ja, die missen gewoon ook een heleboel lichtinval. Die buurman heb ik ook al eens gevraagd. En die zei ook van, ik heb er geen last van. Waar is die buurman hier? Ja, ja. De buurman is hier. Maar hij heeft ze maar nooit gevraagd. Nee. Nee? Dus, nee. Nee? Nee. Ik heb het je wel gevraagd. Oh, zij liegt gewoon. Zij is iemand die dan... Als ze haar zin niet kent, dan gaat ze echt de vreemdste argumenten ooit bedenken. Nou, ik denk het heb niet. Je last? Ja, toen jij die gewoon bewezen kunnen worden dat ja, nou, niet er zijn is. Nog wel meer zaken die spelen. Zoals? Op een gegeven moment werd ik gebeld door de politie. Omdat ze last heeft van een lamp, nou, buitenlamp die ik buiten heb. Het is bewezen dat het licht bij ons in de kamer schijnt. Dat is dat gezien. Dat kan niet, want daar staat die boom voor. Daar weet jij niet. Daar weet jij helemaal niks van. Ik zie het publiek ook. Dit is zo'n dikzaak. Maar goed, dit, even een, dat, dit is een heel ander verhaal. Heel dat heeft ander, niks ander met verhaal. Dit verhaal te maken. Nee, maar het geeft wel even aan. Kop dicht. Oké. Okay. Nou is het bijzondere dat de boom hier in kwestie... dat de erfgrens daar inmiddels dwars doorheen loopt. Ja, dat weten we nu. En één ding wil ik u alvast verklappen. Dat betekent dat die boom nu uw gezamenlijk eigendom is. Mm-hmm. Samen onderhouden, samen beslissen, samen... En dan komt u niet uit, want u wilt hem weg hebben. Nee, daar gaan we niet uitkomen. Nee. Het is ongelooflijk wat u mij aandoet, zit ik hier ben. Sorry. Ik heb al heel wat van die zaken... Niet mijn keuze. Nee, ik heb heel wat van die zaken gedaan, maar het is elke keer iets nieuws dat ik nu weer tegenkom. En dat overpad. We hebben ook gekeken. Er is niet bij de notaris een erfdienstbaarheid van overpad beschreven. Hè? Staat ook niet in uw akte. Nee. Dus waarom alleen, zou u... Alleen door de makelaar waarvan wij het huis toen hebben gekocht... die heeft dan tegen mij gezegd, je hebt recht van overpad. Ja, meer dan 20 jaar heeft u daar gebruik van gemaakt. En u wilt dat de kopers van uw huis achterom kunnen. Ja, en dat mijn container, die groene, er doorheen kan. Want ik kan hem niet in de schuur tillen als die vol is. Nee. Zo, jullie hebben en toch ook een achterom. En Pieter moet toch altijd alles bij jou doen. Dus jij doet dat toch niet. Dat Pieter kan wel. Dat makkelijk sjouwen. Ik zit er wel in de tuin.
Ja, je zit in de tuin, dat zeg je goed. Ja, maar Pieter, die zit, brengt de container voor. Ik ben voor ook aan het werk in de tuin. Goed, dan weet ik eigenlijk voldoende. Zo dom. Dan ga ik werken aan de uitspraak. En vandaag komt hij er. Dat is ook de oplossing. Ja? Hebben we dat nog gehoord? Ja. Ik vind het gewoon stelerij, wat ze doet. Wat ze ook doet, het is gewoon stelen. Ik vind dit gewoon klinkklare onzin waar ze mee bezig zijn. Dames en heren, na een lange emotionele dag waarop we de slag bij Arem, 1380, weet u het nog, nog eens dunnetjes hebben overgedaan, is het eindelijk tijd geworden voor de uitspraak. Napoleon is er vandaag nog aan te pas gekomen, maar de grote vraag is: wat gaat meester Visser beslissen? Ik wil u allemaal vragen om te gaan staan, voor zover mogelijk uiteraard. Want onze juridische duizendpoot is er klaar voor. Eveneens als Napoleon, klein van stuk. Hier is meester Frank Visser. Gaat u zitten. Uitspraak in de zaak van Pieter en Henny Post tegen Anja Oudendag. Ik begin met de schuttingen. Uit de kadastrale grensreconstructie blijkt dat de schuttingen niet op de kadastrale erfgrens staan. Beide partijen willen dat dit alsnog gebeurt. En dat gaat ook gebeuren. Anja moet die schuttingen daarom binnen 3 maanden na vandaag op de erfgrens herplaatsen. Maar Pieter en Henny moeten daaraan om te beginnen volledige medewerking verlenen. Omdat op de erfgrens geplaatste schuttingen volgens de wet mandelig zijn, dat betekent gemeenschappelijk eigendom, moeten Pieter en Henny bovendien de helft van de met die verplaatsing gemoeide kosten betalen. De schuur van Henny en Pieter, die 13 centimeter over de erfgrens staat, die kan, ik zou haar zeggen, gelukkig gewoon blijven staan, want die overbouw is al lang en breed verjaard. Dan kom ik nu toe aan het mogelijke recht van overpad. Het enkele feit dat Pieter en Henny al meer dan 20 jaar via de parkeerplaats van Anja achterom lopen, betekent volgens vaste rechtspraak niet dat zij door verjaring het recht van overpad hebben verkregen. Pieter en Henny mogen daar vanaf vandaag niet meer komen. De poort in de bestaande schutting verliest daarmee zijn bestaansrecht en moet blijvend worden dichtgemaakt. De vlierbes. De vlierbes staat thans op de erfgrens en is daarmee gemeenschappelijk eigendom van beide partijen. Nu zij niet tot overeenstemming kunnen komen over het al dan niet verwijderen daarvan, moet de rechter daarover beslissen. Wel nu, de boom zoals hij er nu bij staat is ernstig beschadigd en levert daardoor gevaar op. Verder veroorzaakt hij veel overlast aan Anja, voor de helft eigenaar. Voorts staat hij in de weg bij herplaatsing van de schutting. En daarom vind ik het redelijk dat Anja deze vlierbes mag verwijderen of laten verwijderen. En ja, daaraan moeten Pieter en Henny weer meewerken. Oh. En bovendien moeten zij als mede-eigenaar van die boom toch ook echt de helft van het kosten. Als Pieter en Henny niet geklaagd hadden, dan hadden zij niet hoeven te betalen. Nu moeten zij echt een flinke bak geld betalen. Ja, Sir Anja moet ook betalen. Maar ik denk meer dat het voor Pieter en Henny ging om gewoon die buurvrouw het leven, om gewoon Anja het leven zuur te maken. Nu moeten zij ook nog mee betalen, omdat ze dus blijkbaar mede-eigenaar zijn. Dat wat hoor je daarvan weer betalen? Geweldig. Dat staat in de wet. Partijen, en ik wijs erop, zodat we niet achteraf weer gedoe krijgen, moeten over en weer hun volledige en onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan het uitvoeren van deze beslissing. Dus geen nieuwe problemen bedenken. Zo moet het gebeuren. En wie zich daaraan niet houdt, die verbeurt boetes aan de tegenpartij. Die kunnen oplopen tot maar liefst €20.000. Al het over en weer meer of anders gevorderde wordt afgewezen. Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Ja, ja, oké. Dat is dus de conclusie. De buurvrouw, Pieter en
Henny wou Anja het leven zuur maken, maar uiteindelijk moeten ze meebetalen. Wat heel grappig is, want ze moeten ook nog verhuizen. Ze gaan ook nog verhuizen binnenkort blijkbaar. Dus nu moeten ze nog extra betalen voor eigenlijk helemaal niks. Dat vind ik grappig. En bij deze eindig ik de extra video. En ik zie jullie in de volgende. Yo.